He has arrived! Phoenixy! Hey YouTube, welkom bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. En vandaag is de dag dat Tom, a.k.a. Phoenixy, hier gaat komen natuurlijk. Hij gaat 3 dagen lang hier bij mij blijven. We gaan gamen, we gaan opnemen, we gaan allerlei leuke dingen doen, we gaan vloggen. Jullie gaan het allemaal zien, wel verspreid over een paar dagen natuurlijk. Ik ga niet gelijk 3 dagen met elkaar een vlog uploaden, dus dat komt allemaal goed. Het is op dit moment 8:15, bijna 8:30 en Tom komt om 3 uur, is hij hier of zoiets. Dat gaan we allemaal wel zien. We gaan nu wachten op Tom. Ik ga eventjes allerlei dingetjes doen. Ik ga op de PlayStation gewoon wachten tot hij er is. Straks als hij er is, gaan we natuurlijk de kamer een soort van ombouwen, dat hij ook kan gamen bij mij. Daar neemt zijn BenQ en zijn PlayStation mee. Dat zien jullie allemaal straks wel. Ik ga nu eerst gewoon eventjes relax, mijn eigen dingen doen, even douchen en alles. Dus dat zien jullie sowieso wel. Zo, ik heb eventjes gedoucht en me omgekleed. Ik heb nu even lekker een Nike pakje aan. En ik ga dadelijk eventjes mijn haar doen. Ik ga eerst even de PlayStation. Tom is hier, zoals ik al zei, rond 3 uur. Misschien al wat eerder, want hij belde me net. Om even alles na te checken wat hij nodig had. Hij heeft natuurlijk best wel veel bij zich. Hij neemt 1 koffer mee waar zijn BenQ en alles in zitten. Ook nog een tas mee waar de slaapspullen en alles in zitten. Dat is logisch natuurlijk, want hij moet hier ook slapen. Dus ik heb hier nu alles ongeveer klaargezet zoals het moet worden. Dus kijk, hier zit ik. En Dom komt hier met zijn BenQ en met deze toe. Dus je ziet er best wel gaande uit gewoon. Dus dat gaat natuurlijk wel leuk worden. Ik ga nu even gamen, dus tot strakjes. Fuck my life. Ik speelde net op Rift, een potje Domination. Ik zat op een Brutal en toen was mijn ammo op en toen ja, moest ik iemand slaan en die turnde me om. Jammer genoeg, dus ik ga nu weer een potje proberen, zoals jullie zien. Rift Domination, dit is de tweede gameplay. Dan het tweede potje dat ik op Rift ga spelen. Hopelijk dat ik hem nu wel erop kan halen, maar ja, laten we kijken. Dit is echt niet te geloven. Ik haal gewoon een back-to-back brutal op Rift. Hier, ik tweet het net ook. Ik laat het even zien. Waar staat mijn tweet? Waar staat mijn tweet? Hier staat mijn tweet, jongens. Back-to-back brutal. Kijk mijn eindscore hier zo. 3-2-1. 69-10. En ik ga even de bloeteurs of de merciless laten zien die ik dit potje heb gehaald. Ik moet nog 3 kills of zo, dan had ik mijn nuclear binnen. En ja, ik verklote het gewoon door er te snel in te rennen. Ik heb echt een probleem met het snel in te rennen. Het is gewoon mijn probleem. Oké, 1 ruthless, 1 brutal, zie je? 1 brutal. Waar staan de mercilesses? Moet de merciless. 2 mercilesses maar. Maar, jammer genoeg een brutal zoals je ziet en geen nuclear. Maar ja, zoals ik al zei, misschien dat Tom dadelijk mij geluk kan brengen. Ik ga nog even doorspelen en wachten. Tom natuurlijk is dadelijk eventjes eten. En dan, voor de week, staat Tom hier. Ik ga nu eventjes lekker een ontbijtje maken. Want zoals je ziet, heeft mama lekker broodjes meegenomen voor mij. Dus ik ga nu eventjes wat pindakaas pakken hier zo. Ik heb trek in pindakaas. Pindakaas. Zo, dat hebben we. Brood hebben we. En een mes hebben we. She's go, wannabe. Kill me a bit. Nee, ik ga eventjes lekker eten. En daarna ga ik dan wel even mijn haar doen. Dan kan het gewoon hard worden. Dat klinkt verkeerd, maar anders zit het zo kut met mijn headset in ieder geval. Maar de rest, ja, zoals ik natuurlijk al heel de tijd zeg, wacht op Tom, de tijd tikt door, zullen jullie hier zien. Kijk maar. Nou, hallo. Hoe gaat het met jullie, jongens? Hoe gaat het met jullie? Hoi, dit is Chesto. Zijn camera's handen. Maar ja, zoals ik al zei, ik ga nog eventjes eten maken, want ik heb honger. Dan gaan we even wat drinken erbij en dan ja, weer naar boven of zo. I don't know. Ik ga jullie nu even iets in slow motion laten zien. Dat is namelijk van Car van Sevenitan. Is dat? Dat heet Go. Dat ziet er zo uit. Ik heb even het stickertje eraf gehaald, maar het is zo'n dingetje. En dat doe je dan in jouw flesje water. Het ziet er dan heel erg mooi uit, vind ik. Dus ik ga het even in heel erg slow motion laten zien aan jullie hoe dat eruit ziet. Dus ik ga even mijn camera omdraaien. En dan deze siroop, want het is eigenlijk gewoon siroop. Voor in je, om in je tas te doen, et cetera. Ga ik erin doen en dan in slow motion wil je af laten spelen. Dus let's go. Nou, we zijn nu even de hond aan het uitlaten. Dadelijk komt Tom, daar loopt Roy. Zo, er is een spin bij je. Ah! Prank! Zo, jullie zien me amper. Maar ik ga eventjes mijn haar doen. Let op Rita Energieme. Let niet op het geluid van de droger. Ik ga even mijn haar doen en mijn tanden poetsen. Want Tom is op dit moment onderweg. Dus we zien Tom dadelijk in de vlog. Yeah. Ik heb mijn haar gedaan. Ik zit de hele tijd met Tom. Zit ik hier zo op Snapchat. Zit ik met hem te snappen. En weet je dat? Hij is nu, op dit moment zit hij in de bus. Dus hij is geschat de tijd wat zijn TomTom aangeeft. TomTom, hey. Is iets over 3. 3 voor 3 komt hij hier aan. Maar garandeer dat het iets langer duurt. Want hier in Den Haag is altijd dikke kut met het verkeer. Dus gok dat hij hier 3:15 is. En dan gaan we gewoon de setup opbouwen.
Want het enige wat we hoeven te veranderen is even deze softbox. Moeten we iets meer hierin zitten zodat die op Toms gezicht kan staan als we straks gaan opnemen. Want deze camera die jullie hier zien, dit wordt Toms facecam als we Black Ops 3 gaan opnemen. Tom heeft natuurlijk ook zijn camera bij zich. Maar anders wordt het een heel gedoe. Dus deze gebruik ik voor Tom zijn ding. En die ik nu gebruik is gewoon natuurlijk mijn standaard facecam die ik altijd gebruik. En verder rest. Ja, moet natuurlijk zijn PlayStation op deze krat hier. Die komt hier te staan, want dan loopt zo'n verlengsnoer. Die komt dadelijk achter mijn PC langs. Zo achter hier. Die komt dan tussen dit door. Kijk, hier is allemaal Game Gear kisten. Dus Game Gear. Als jullie deze video kijken, shout out naar jullie links even op Twitter. Stuur ze allemaal. Als jullie deze vlog kijken, stuur even allemaal een foto van een screenshot van dit. Dus maak nu een screenshot. Nu. En stuur dit even naar Game Gear. En zegt van, zet hem van Omgechesto. Want hier komt Tom op te zitten. Hier komt zijn PlayStation aan. En de laptop komt hier ergens op de grond te staan. Want die hebben toch niet heel erg veel nodig. Maar ik ga nog even op Tom wachten. Even een potje Black Ops 3 spelen. En dan zien we wel wanneer Tom hier zo in mijn huis komt met zijn vader. Yes, arrived! Phoenixy! Ah! Hey, ik ben er uit! Tommy! Jongen. Jongens, nu gaat het beginnen. Den Haag. Ja, toch? We gaan nu naar binnen. En daar loopt Tom met zijn dikke camera. Nou, ik heb de sleutels, jongen. Kut. Ik heb de keys to success. Ik ben klein, jongens. Ik ben super klein. Klein, jongens. Ik ben super klein, Tom. Ik ben super klein. We hebben alles al opgezet, maar Tom was camera vergeten. Oh ja, kut. Dus we gaan naar boven, jongens. Ik zie jullie straks weer. Doei. Oké, alles is opgezet op dit moment. Hier zit ik. Tom zit daar met zijn dikke bek. Hier heb hij zijn laptop aanstaan. Hier zit hij zijn dingen aan. Dus we gaan gewoon een fucking leuk weekend van maken. Hier zo staat het vlot of wat de fuck dan ook waar hij op gaat pitten. En dit is de camera van Tom. Dus dikke kast. Best wel een dik ding, ja. Wat verdomme. Net zo dik als me. Door alle apparaten die hier letterlijk aanstaan, want kijk even wat hier aan het is echt tering heet, dus we hebben even onze korte broek aangetrokken. Witte golf. Want het is echt fucking warm bij ons. Maar ja, kijk, hier ligt Tom zijn luchtbed. Daar gaat weer pitten hier zo op de grond straks. We schrijven gewoon dit op de grond. En ja, het ziet er gewoon allemaal leuk uit. We gaan een tof weekend worden, toch Tom? Jazeker. High five, pik. Goed, pik. Hey. Lekker winderig. Video's zijn opgenomen, althans één video was opgenomen voor mijn kanaal, die hebben jullie al online gezien. Nu, Tom, wat gaan we doen? Lekker smikkelen. Wat gaan we doen dan? Pizza eten, toch? Ja, we gaan nu lekker pizza eten, daarna de Albert Heijn liggen roven, want deze man moet elke dag zijn toevoeging van... Nee, Tom moet elke dag zijn toevoeging van suiker hebben, anders valt hij flauw. Anders ben ik niet hyper. Nee. Kom erin, nee. Ja, naar beneden. Kijk, Tom knows the way. This way? This way? Loop achter. Gaat lekker. Ja, mijn vader maakt het schoon, hè? Hé? Hij is laatst was mijn vader. Andere kant. Links. Rechts. Hier. Ja, weet ik, maar... Daarheen. Naar de auto. We gaan de hele wereld voor Tom open, jongens. Ja, hij ziet voor het eerst in zijn leven een pizzakaart. Ja, denk maar. Hé, Tom? Ik denk dat ik vaker in een restaurant kom neer. Let maar op. Ja, ja. Jij komt alleen maar bij zo'n... Ik kom vaker in een sushi-restaurant, hè? Ja, alleen naar Sumo ga jij, dikzak. Lekker. Oh joh, eet smakelijk dikke boer. Lekker pizzatje. Gesteek. Wat heb jij nou weer voor eetjes dan op je Prosciutto, vriend? En daar heb ze ook wat. Eet smakelijk, man. Eet smakelijk. Tommy, Corrie en ik hebben lekker gegeten. Lekker smikkelen, hè? Gaan we naar huis, die pizza's voor mijn pa. Ga naar de appie, vriend. Hé, mijn hoofd. We zijn naar Albert Heijn, mama. Loop je mee? Wat ga jij nou doen dan? Hé joh. Ik zeg je pa. Ik dacht dat hij die pizza erin gaat pleuren. Wat zag je dat? We zijn weer thuis. We zijn ook even het appie ingedoken. Want ja, zoals je hier al ziet, hebben we genoeg gehaald voor dit weekend. Met te weinig, denk ik. Kijk hoe dun deze gozer is, maar ik kan alles vergeten wat hij wil. Ja. Maar wat ik nu ga doen is de FIFA video editen die jullie al online hebben gezien. En jij gaat smeken voor je COD points of voor je FIFA points. Echt, hè? Godverdomme. Die hebben na 24 uur nog niet gekregen. Nee. Oplichters, koop nooit bij. Oké, Tom gaat ook vloggen, jongens. Nee. Ik ga nu eventjes die vlog editen, of die video editen en daarna die vlog waarschijnlijk. Dus let's go. Jongens, we zijn een FUT-ref aan het doen. We zijn heel close to 190. Tom heeft al laatst uitgelegd wat een 190 is. En even kijken wat het is. Wat is het? Even kijken. Dat is... Kijk hoe close we zijn. Bijna... Oh, we zitten bijna, jongens. Holy shit, Tom, gaan we dat doen of niet? Ik kan hem wel. Serieus, ik kan hem wel. Gaan we dit doen of niet? Nou, waarom niet? Doe, kan hem wel. Jij hebt nog Messi, hè?
Ja, dat weet ik, maar ik weet niet waarom. Is dat in vorm? Oh nee, dat is nee, het team of Hero. Hero Messi. 90, zit hem 90. Ik heb nog twee teamgeest boys. Nee, ja, nog twee teamgeest. We hebben nog alle wisselspelers over. Oh, Royce, oh my god, dit wat hem, ik zweer. Oké, nu nog één beoordeling. Ja, nog één beoordeling. Want misschien wordt de laatste spelers allemaal kut. Bill, even in kan je Tuur kan er nog niet bij zetten. Wat? Nee. Ja, 190! Bijna kut, er moeten nog drie. Oh my god, we hebben een 190 samen. Nu wel, ja, maar we moeten nog drie wissels. Dit gaat niet worden. We gaan hem nog verneuken, wedden? We gaan hem nog verneuken. Ja, wie wil zien. Klootzak! Ja, ik gewoon dat we allemaal hadden, hè. Ja. Dit heb ik al zo vaak gehad. Oh hier, nou zit het wel minder. Kijk, als ik Lewandowski nu initiatief. Dat is een heel lage. Dan zit wel 90 kan. Oké jongens, ik ga even skippen, tot zo. En op dit moment, Tom en I knew, we fucked it up. We hebben het net niet gehaald door de kutbench. Ik ga hier bij de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken naar de eerste vlog van mijn kanaal. Ik heb de snappelig. We gaan nog eventjes Black of 3 spelen. Hallo mensen! Je ziet hem weer. Goede leven. Vlog, een nieuwe vlog. Je ziet alleen zijn lijn. Hallo! Ja, ik ben wit. Kunt je snappen, lach. Nee. Oh mijn god, licht incoming. Ah! Oh. Jongens, thanks for watching. Thanks for watching. Tot de volgende keer maar weer. Tot morgen om 3 uur bij een nieuwe video. Die is al echt bijna, haat ik man. Zeg even doei. Zeg even hoeveel likes? 100. 150. Laat het open. Doei. Doei.